YouTube toets. Like deze video sneller dan dat ik een Squid Game masker draag. Voor een 10. Wow, ik zie mijn gezicht niet. Vandaag is het tijd om vals te spelen. Je dacht dat ik ging zeggen dat ik eerlijk was? Nee. Nee, we gaan vals spelen in deze Squid Game brug. Wat doet deze gast? Waarom sta jij stil? Weet je, het is een mooi moment om vals te spelen. We kopen de Infinity Gauntlet van Thanos. Oef, 350 Robux. Buy now. En, oh wacht, die dude is weg. Of staat hij er nog? Oh, er staat nu iemand anders. We gaan eens even kijken of het werkt. Oh my gosh, wacht. Volgens mij zijn we letterlijk iemand ermee aan het inmaken. Mijn arm is ook gewoon de Infinity Gauntlet. Dit ziet er zo creepy uit. Oké, wacht, we gaan het even testen. Maar dat doen we niet door naar iemand te lopen die stilstaat. Maar juist naar iemand die, dat is echt heel flauw, die best wel lekker bezig is op de Squid Game brug. Dus we wachten even tot iemand stilstaat. En dat is hier nog niet, maar dat is hier. Let op. Oh, we hebben we hebben hem letterlijk laten vliegen. Oké, deze hier. Wacht. We gaan eerst even... Oké, wacht. Rustig. Oké, weet je, laten we hier even wachten. En terwijl we wachten, een mooi moment om nog meer vals te spelen. We kunnen namelijk 10 seconden zien waar we moeten lopen. Oh my gosh. Dat is zo chill. Normaal speel ik dit soort games eerlijk. Tenminste, meestal. Oké, wacht. Als we nu mappen, gaan we ze er dan allemaal afkrijgen. Wacht, we wachten tot iedereen hier is. En dan gaan we mappen. Let op. 3, 2, 1. Iedereen in één keer gewept. Oh, dude. Oké, weet je wat? We gaan weer eens even kijken welke kant we wel op kunnen lopen. Kijk, nu kunnen we dus weer zien waar we wel heen kunnen. Oké, wacht. Ik moet even onthouden. Het is volgens mij 4 nu naar links. En dan 2 naar rechts. 1 naar links. 1 naar rechts. En er staat daar iemand. Maar voordat we daar naartoe gaan, adopteren wij Talking Ben. Oh, dude. Dat is zo creepy. We willen dat meisje daar proberen in te maken. Oh my gosh, wacht even. Dat was niet zo heel handig van me. Maar op zich geen probleem. Dit is een mooie moment. Wacht. Voordat ik iets nieuws ga kopen om mee vals te spelen, koop ik eerst deze speciale potion. Hiermee kan ik namelijk veranderen in iemand anders. Tenminste, oh my gosh, en iemand anders is mij nu. Kijk maar, daar sta ik. Dus als ik nu vals speel, weet niemand dat ik het ben. Ik wil een Segway. Hoe grappig zou het zijn als wij de eerste zijn die Squid Game wint op een hoverboard? Oké, daar gaan we. We kunnen nu zien waar we overheen kunnen. En... Dude, wat gebeurde daar? Volgens mij... Oh, nu ben ik mezelf weer. Dat is niet zo handig. Oh, wat? Oh ja, je moet juist niet op de rode springen. Sorry. Ik ben juist gewend om altijd op het... Wacht even, maar dat deed ik niet. Oké, ik heb het spel opnieuw opgestart. Weet je wat mij wel grappig lijkt? Ik wil graag als meisje spelen. Nee, dan weet sowieso niemand dat ik er ben. En dan wil ik mezelf uit de wereld mappen. Kan dat? Oh nee, wacht. Ik ga proberen mezelf in te maken nu. Dit is zo raar. Kijk, dit ben ik dus voor alle duidelijkheid niet. Wacht, kunnen we haar inmaken? Come on! Ik kan die arm niet de hele tijd... Het is gelukt. Oké, is er iets wat ik nog niet heb gekocht? Wat is dit? Een vuurbal waarmee je kan vliegen. 800 Robux. Dat is echt super prijzig. Maar dat is het nou eenmaal om vals te spelen in Squid Game. Hebben we het? Volgens mij wel. Oké. Oh my... Oh my gosh. Je moet je voorstellen dat ik nu letterlijk over de Squid Game brug heen vlieg. Niemand heeft dit waarschijnlijk ooit gedaan. 3, 2, 1... We hebben Squid Game gehaald! Niet op de manier die je wilt, maar we hebben het wel gedaan. Maar wacht, kan ik die vuurbal dan ook voor iets anders gebruiken? Kan ik die bijvoorbeeld op iemand afvuren of zo? Oh my gosh, dit is zo overpowered. Kijk dan, je maakt iemand er gelijk mee in. Oké, wacht, dit wil ik even op een andere manier... Dat ging niet volgens plan. Dus je kunt deze vuurbal zo groot maken als je wil. En als je dan naar iemand toe loopt, zoals bijvoorbeeld deze speler hier... Oh my gosh. Maar weet je wat we dus eigenlijk moeten doen? Kijk, ik kan dus vliegen. Dat is sowieso heel chill, right? Dus nu ga ik naar een plek waar de meeste spelers staan. En dan ga ik de grootste vuurbal ever maken. Eigenlijk hoor ik nu bij de Squid Game Guards. Waarschijnlijk ga ik op date met de Squid Game Pop. Ik schaam me er een beetje voor. Kijk, nu staan we hier. En let op. 3, 2, 1... Oh, we hebben één iemand. We hebben één iemand. Oké, wacht even. Wacht even. Wacht even. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, we hebben iedereen. Oké, we gaan weer naar voren. Oh, snap. Oké. Ik ben gevallen. Oh, ik voel me eigenlijk best wel schuldig. Die mensen die aan die kant van de brug zijn, die spelen misschien echt al 20 minuten om daar te komen. Maar hey, Squid Game is een oneerlijk spel. Dat weet je als je eraan meedoet. Dus dan moet je er niet raar van opkijken dat er oneerlijke dingen gebeuren. Oh my gosh, kijk dan. Oké, voorzichtig. Daar gaan we. Zullen we eerst onze gauntlet even proberen? Oh my gosh, dude. Ben je echt serieus? Ben je echt serieus? Oh my gosh. Ik ben zelf ook af. Dat verdien ik. Zag je hoeveel mensen er daar vielen? Als ik zometeen ja zeg, staat er een timer in beeld. En dan gaan wij kijken of we het wereldrecord kunnen halen van het snelst Squid Game winnen. Ja. Oh my gosh. Oh my gosh, dude. Oké, volgens mij is het gemiddelde tijd dat zeg maar mensen erover doen misschien een half uur. Maar misschien een kwartier. In ieder geval lang. Gaan we het halen binnen een halve minuut? Dat zou insane zijn. Oh my gosh. 3, 2, 1... De Squid Game gehaald. Maar wacht, voordat ik de schatkist pak, kan ik misschien naar die guard toe om op zijn hoofd te staan? Dan voel ik me echt zo'n leider.
We zitten in de guard. Dus je moet je voorstellen, wij kunnen vanaf hier letterlijk iedereen observeren. Terwijl niemand ons kan zien, omdat wij dus, nou ja, nu wel. Maar als wij zo zitten, kan niemand ons zien omdat we in de guard zitten. Okay, dat is insane. Maar ik ga de schatkist wel even pakken. Dan hebben we Squid Game weer gehaald. Okay, ik verander mezelf in een meisje. En wat ik dan ga doen, is ik ga weer helemaal naar voren. Ik wil namelijk kijken of ik mijn eigen record kan verbreken. Volgens mij gooiden we net een stuk of 10 mensen tegelijk met de Infinity Gauntlet van het glas af. Dus weet je wat we doen? We gaan gewoon... Wacht eens even. Dit meisje lijkt op mij. Doe je mij nou na? Doe... Oh, ze is super bang. Oh, nee. Nee. Ik ben weer veranderd in iemand anders. En terwijl ik vlieg, wil ik een nieuw huisdier erbij. Een poppet. Dit is een dure video. Bye now. Oh, kijk dan. Okay, de poppet gaat met ons mee. Oh, er staan hier zoveel mensen bij elkaar. Ze zullen wel bang zijn. Ja, ze gaan ook allemaal gelijk al weg, want ze weten hoe laat het is. Okay, daar gaan we. 3, 2, 1. Bam! Maar wacht even. We willen natuurlijk naar voren. Eigenlijk horen we gewoon bij de Squid Game baas. En willen we dat niemand het spel wint. Okay, daar gaan we. 3, 2, 1. Okay. Oh, dat meisje nog. Dat is de enige die we nog moeten hebben. Maar welk glas is veilig? Ik denk de linker. Nee! Oh ja, dat is zo terecht. We zijn in een andere Squid Game. Game? In ieder geval, en ook hier gaan we weer proberen vals te spelen. Oh my gosh. Wij kunnen onszelf hier veranderen in de frontman. Voor 400 Robux. Dude, dan zijn we letterlijk de Squid Game baas. Bye now. Ik hoop trouwens wel dat het werkt. Werkt het? Werkt het? Uh-oh. Oh! Dude, wij zijn de Squid Game baas. Maar wacht, kunnen we dan ook de VIP in? Oh, nee, wacht even, dat ging niet goed. Momentje, come on. Oh my gosh, wij hebben nu letterlijk onze eigen ruimte waar we kunnen toekijken hoe alle kandidaten meedoen aan Squid Game. Dude, dat is zo creepy. Maar de Squid Game baas is natuurlijk al helemaal goed in vals spelen. Sterker nog, we kopen... Oh, een vliegend tapijt is wel heel duur. Nee, weet je wat? We betalen 200 Robux om iedereen in één keer in te maken. Gaat dat werken? Oh my gosh. Oh my gosh. En nu is iedereen hier weer. En wat als we dat dan weer doen? Oh, dat meen je niet. Je gaat me niet vertellen dat als ik het nu weer doe, dat iedereen in één keer afgaat om me heen, toch? Wij hebben nu letterlijk het leven van Squid Game in handen. We kunnen trouwens hier ook een Infinity Gauntlet kopen. Wil ik dat? Ja, natuurlijk wil ik dat. Come on, dude. Dat was net namelijk best wel leuk. Okay, ga weg jij. Dit gaat nooit vervelen. Dit gaat gewoon oprecht nooit vervelen. Okay, jij daar, wegwezen. Oh my gosh. Zullen we gewoon kijken of we iedereen niet de hele tijd weg kunnen halen? Gewoon niemand is welkom op ons stukje glas. Oh, er is daar iemand. Amy. Oh my gosh, Amy. We moeten Amy pakken, vriend. Okay, snel. Dus we moeten nu... Amy viel naar beneden. Okay, we gaan weer voor 10 seconden zien waar we wel en waar we niet kunnen lopen. Dit spel. Ik ga waarschijnlijk vannacht gewoon dromen over hoe ik de Squid Game baas ben. Aan de ene kant is het niet leuk. Want ik bedoel, de Squid Game baas is echt een slechterik. Aan de andere kant, het is wel heel gaaf om eens een keer in zijn schoenen te staan. In plaats van de zweterige, rennende Squid Game spelerschoenen. Ik heb al best wel wat Squid Game video's gemaakt. Dus ik weet al lang hoe het is om een speler te zijn. Dus extra leuk om eens een keer de baas te kunnen zijn. Okay, ik moet even onthouden. Het is 1 keer links. En dan is het 1, 2, 3, 4. En dan deze. Moet ik een commentaar hierop geven? Misschien ook weer niet. Kan ik nu de Squid Game Guard weer zijn? Okay, ik hoef er niet 2 keer voor te betalen. Weet je wat? We volgen gewoon de speler. Dat had niet zoveel zin. Hey, wegwezen jullie. Wegwezen. Wegwezen. Oh, ach ja, ik heb een beter idee. Ik had mezelf voorgenomen dit eigenlijk niet te doen. Maar ik ga het wel doen. Ik ga het vliegende tapijt gewoon erbij halen. En dat om de simpele reden dat we nu letterlijk in 1 keer Squid Game kunnen halen. En volgens mij doen we dat in minder dan 10 seconden. 3, 2, 1. Oh, my gosh. Dit is dus letterlijk het spaarvarken wat er boven in de Squid Game zaal hangt. Waar alle spelers voor spelen. En als wij hem pakken, zijn we rijk. Tenminste, dat weet ik niet. Ik denk het. Maar hoe duur was het dan om de guard te zijn? 400. Ach, weet je, bye now. Come on, ik wil alles hebben gedaan. Ik wil echt het Squid Game leven hebben geleid. En dat kan alleen op deze manier. 3, 2, 1. Doe dat. Is zo gaaf. En natuurlijk wil de Squid Game Guard ook een keer hebben gevoeld hoe het is om zijn eigen game te halen. Nou, aan jou de eer, doet. Hij staat ook gewoon naast zijn vrienden, kijk. Oh, je kunt wel zien dat wij eigenlijk een indringer zijn. Het masker van de echte Squid Game Guards. Die ziet er namelijk veel realistischer en mooier uit. En bij ons is het echt zo van, ik heb geprobeerd om het thuis te maken. Dus, okay, let's go! Ja! Oeh, we kunnen zelfs een taser kopen. Okay, dat is te grappig. Ik wil zien hoe we dat kunnen gebruiken. Dan pak ik eerst even mijn vliegende tapijt om naar een groepje te gaan wat al best wel ver is. En dan gaan we nu het... Okay, we gaan de taser op dit meisje proberen. Oh my gosh, dude. En de gauntlet, werkt die ook nog steeds? 3, 2, 1. Oh, snap. Ja, de gauntlet werkt nog steeds. Maar de taser, die is ook best wel grappig. Kijk dan. Oh my gosh. Maar de Infinity Gauntlet, die werkt nog steeds het beste van allemaal. En toen stonden we weer helemaal alleen. Oh, wacht. We hebben trouwens Squid Game nog helemaal niet gehaald als onszelf. Dude, besef hoe erg dat is. Gewoon Squid Game halen als de guard, als de baas. Maar niet als de persoon die je eigenlijk echt bent. Okay, 3, 2, 1. Kablam. En nu zijn we hier weer lekker in de VIP, waar we kunnen uitkijken over alles wat er gebeurt. Wacht, wat als we vanaf hier iedereen inmaken? Volgens mij kunnen we dat dan echt perfect zien. Let op alle spelers die daar staan.
Ik weet niet waarom ik dit zo leuk vind. En ineens is heel de brug leeg gewoon. Abonneer voor meer en adios.